Waarom is het nou een Amsterdamspel? Wat is dat nou? Ja, goede vraag. Dat hebben ze ooit zo een keer bedacht en daar heeft iedereen zich aan gehouden. Kunnen we niet een Rotterdamspel bedenken? Ik denk dat dat hier meer gewaardeerd wordt, maar ik denk dat het moeilijk te veranderen is. Woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Ik weet niet wat het eigenlijk inhoudt. Waar we bij de Provinciale Staten nog gewoon op die bekende politieke partij kunnen stemmen, bij de waterschapsverkiezingen hebben wij Rotterdammers eigenlijk geen idee waar het over gaat. Ik heb eigenlijk geen idee, eerlijk gezegd. Ik weet dat ze 20 maart zijn, daar blijft het bij. We laten ons door de lijsttrekkers van drie verschillende waterschapspartijen uitleggen waarom dat waterschap nou zo belangrijk is voor Rotterdam. Als je 's morgens je bed uitkomt en je loopt naar het toilet en je trekt de wc door en je stapt onder de douche, dan komt het waterschap eigenlijk al in beeld. Alle afvalwater van alle mensen wordt gezuiverd in afvalzuiveringsinstallaties. Die zijn van het waterschap. Dat is één taak. En de andere taak is, we wonen in een stukje Nederland wat nogal laag is. Waar we gewoon maatregelen moeten treffen tegen wateroverlast en ook tegen watertekort. Nou, dit is het kantoor van Schieland aan de Maasboulevard. Hier worden vergaderd. Hier wordt het beleid uitgezet voor de komende jaren. Dit is de peilschaal die voor het kantoor staat. Nou, hier kun je netjes zien wat we zouden doen of wat er zou gebeuren als we geen poldergemalen aan zouden zetten en geen gemalen in de stad aan zouden zetten. Dan zaten we netjes in het water. Iedereen ziet dat het klimaat aan het veranderen is. Grote hoosbuien, maar aan de andere kant ook droogte. En deze wijk wordt helemaal ingericht dat hij aangepast is aan het veranderende klimaat. We staan hier in het Zomerhofkwartier. Die letters die je daar ziet, dat zijn eigenlijk grote regentonnen. Het water van het dak van de Hofpleinlijn, die gaat erin. En er zit ook een kraantje, dus als het heel droog is in de zomer, kan het water getapt worden voor de plantjes hier. Kijk, het is heel belangrijk dat het water wat er valt, dat dat in de bodem wordt opgeslagen. Dit is de zogenaamde rain-away tegel. Waarbij je dus toch een soort bestrating hebt, maar wel het water kunt opvangen. En er zijn al nieuwe varianten van deze tegel, dat je parkeerplaatsen ermee kunt inrichten. Dus dat is niet altijd zo van alles moet groen zijn, maar het kan ook met een mooie bestrating. We zijn hier op het Oostplein bij het oude gemaal. Ik ben echt een liefhebber van de historie van Rotterdam. Dit is een echt oud gemaal. Als je hier beneden komt, zie je nog de oude gewelven. Door deze buis werd het water uit de polder Schieland, omhoog gepompt, het Boerengat in, zo naar de Nieuwe Maas. Je hebt al gestemd voor de Tweede Kamer, we stemmen dadelijk voor Provinciale Staten, we stemmen voor de gemeenteraad. Maar het water heeft een aparte aandacht nodig. Wij worden niet afgeleid door de aanleg van metro's of woonwijken. Wij zijn puur en alleen met het water bezig. Woensdag 20 maart van 7:30 tot 9:00 s'avonds kan je stemmen dus. Ga naar www.rotterdam.nl/verkiezingen voor een stemlokaal bij je in de buurt. Maar je gaat wel stemmen? Dat denk ik wel, ja. Ik ga nog even wel inlezen. Dat voor ons waterkwaliteit en duurzaamheid. Nou, de wind is wel heftig. Waterkwaliteit en duurzaamheid, dat zijn wel hele belangrijke punten voor ons.